zijn Carolina Gillespie en Luca De Matte. Het paar van de geworpen drievoudige sprong in de laatste seconde gisteravond. Ze staan 12e, zijn dus leiders in deze tweede inrijgroep. Ze openen met een lift, Lasso-lift. Mooi op één hand gedraaid daar. Heel soepel. Dubbel twistlift. Dubbele flip, wel solo sprong. Geworpen, drievoudige salsof, overdraait. Starlift, wat moeite van hebben, draait niet zo soepel rond. Overgaat ook weer in een carry, oftewel een draaglift. Moet je toch echt wel sterk voor zijn als man. Presslift. Geworpen, dubbel flip. Stopt zich bij die Euler tussensprongetje. Dus dat telt alleen de dubbel flip uiteindelijk. De slotpirouette was dat van Carolina Gillespie en Luca De Matte uit Italië. En ik vond ze eigenlijk gisteren beter.
Die lange keur is een scherp rechter voor de paren. Dan kom je jezelf ergens tegen als je niet helemaal fit bent. Of gewoon nog niet zo ver bent. Dan is 4,5 minuut met 12 elementen gewoon enorm lang. Nou, je zei het al, Jeroen. Het helpt heel erg als de... Ja, hoe beter de techniek is, hoe makkelijker dat wordt. Hè? En vandaar dat dat dus de scherprechter is. Ja, ik zei het al, 3 lifts plus de twistlift en 2 geworpen sprongen. Het is niet mals, hoor. Was het niet nog een halve minuut langer in het verleden? In het verleden was het zelfs 5 minuten. Ongelooflijk. Toen mochten ze 4 lifts doen, dat is nu nog 3. En een twistlift. Maar goed, paarrijden is natuurlijk ook, net als de andere disciplines, nog zwaarder geworden door de introductie van die levels en die elementen. Ja. Ja, alles wat op één hand gedraaid wordt, dat krijgt een extra level bijvoorbeeld. Kom je op één hand naar beneden, is een extra level. En zo werkt dat dus ook met paarrijden. Dan kun je dus hogere basisscore halen door moeilijkheidsgraad toe te voegen. En dat is natuurlijk fair, want de betere paren doen dat allemaal. Dan kun je dus gewoon hogere basiswaarden halen. Ja, de passenseries zijn zwaarder geworden. Vroeger vloog het in een paar pasjes naar de overkant van de baan. Moet je echt heel ingewikkelde turns, dus draaiingen en passen doen. Het is heel veel zwaarder nog geworden in de laatste 8 jaar dat het systeem nu draait. Hier zien we de twistlift. Vrij behoorlijk zou ietsje lager opgevangen moeten worden. Dan geworpen Salso, dat was zijn fout. Hij gooide haar te ver rond in de cirkel. Ja, bij dit paar zag je dat ze dus nog moeite hebben met de techniek. Die kuur, daar had ze nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. Dat kabbelde als het ware een beetje voort. Maar als zij de techniek beter gaan beheersen, dan zal ook vanzelf de choreografie beter worden. Hier die sprongcombinatie van 3 sprongen. En daar kwam hij dus niet meer uit die oiler, die verbindingssprong. En dan kon hij de derde sprong niet meer doen. Dan telt dus alleen de dubbelflip. Wat we al zeiden, de zwakste schakel bepaalt het niveau in het paarrijden. De Esten staan tot nu toe aan kop met 71-46. Hun personal best dit seizoen is 71-43. Dus het zal er om hangen en dat ze misschien nu iets minder hebben gepresteerd. Ja, ze hebben een paar puntjes laten liggen, zo links en rechts. 75-42. Nou, dat valt mee. Dik aan de leiding. Die 71 punten als een season's best, die waren ook gehaald in een junioren Grand Prix. Die hebben natuurlijk een element minder. Die hebben een lift minder. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk gauw.